In 2017 wilde iedereen ze nog hebben: de Veng-aandelen, oftewel de Amerikaanse tech-aandelen. En dat is niet zo gek. Het ging met de aandelen van Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Alphabet ook wel echt lekker in 2017. Zoals je daar ziet, vier van de vijf stegen 50 procent in 2017. En Alphabet, het moederbedrijf van Google, 30 procent. In 2018 ging het een stuk minder goed, zeker in de tweede helft van het jaar. Vooral Facebook maakte een flinke smak. En ook aan het begin van 2019 regent het slecht nieuws in Techland. Vorige week kwam Apple met een omzetwaarschuwing en vandaag kwam Samsung met een winstwaarschuwing en LG presenteerde zojuist belabberde cijfers. Hoe komt dat nou? Wat is er gebeurd met die gouden aandelen? De eerste reden zou kunnen zijn dat de glans er een beetje af is. Tot voor kort noemden we bijna alle internetbedrijven techbedrijven. Of je er nou foto's deelt zoals bij Facebook of tv kijkt zoals bij Netflix. Maar dat beeld begint te kantelen, analyseert de Financial Times. Bijna elk bedrijf is inmiddels wel een internetbedrijf en dus zijn veel tech aandelen onlangs officieel ingedeeld in nieuwe sectoren. Facebook bijvoorbeeld viel eerst in de categorie IT en valt nu onder nieuwe communicatiediensten. En in welke sector je valt, maakt wel degelijk uit. De vastgestelde sectoren worden weer gevolgd in aparte indexen, die weer worden gevolgd door ETF's, waar miljarden in omgaan. Kortom, internetbedrijven zijn geen aparte categorie meer. Ze zijn overal. Een analist omschrijft het als volgt. Als tech overal is, bestaat de techsector niet meer. En als de techsector niet meer bestaat, is zijn premium-imago niet langer te verdedigen. Tech is dus een beetje zijn glans verloren. Een andere grote oorzaak voor de sombere stemming: het handelsconflict tussen de VS en China. De groei in China is daardoor minder sterk dan voorheen en schommelt zo rond de 6,5 procent. Dat is voor bedrijven als Apple heel vervelend, want daar worden ongeveer een derde van hun iPhones verkocht. Apple ziet het somber in en kwam vorige week voor het eerst in 12 jaar, dus met een omzetwaarschuwing. En ook met Samsung gaat het niet best door de handelsspanningen. Samsung verwacht dat de winst met bijna 30% gaat dalen. Een van de versterkende factoren is de kwakkelende chipmarkt. Samsung verkoopt chips, maar een stuk minder bedrijven wil ze hebben. En dat, die sombere chipmarkt, is volgens experts misschien wel de belangrijkste reden dat het zo slecht gaat in die techsector. De chipsector heeft vaak vroeger dan andere sectoren last van recessieangst. Want het is een markt voor lange termijn investeringen. En wie bang is voor een recessie neemt minder risico's op de lange termijn. Nu nog afwachten of die angst ook werkelijkheid wordt.